De herstart van SML Wageningen is een boost voor de reissector en voor Nikeri. Dit zei LVV-minister Lekram Soerjan afgelopen woensdag te Wageningen bij de herstart van de Stichting Machinale Landbouw SML. Deze herstart is mogelijk gemaakt door de Westland Sama Groep onder leiding van Johnny Maaspalsing. Hij heeft de schulden van de Stichting Machinale Landbouw SML overgenomen. Westland Sama Groep heeft ook geïnvesteerd in de rijstfabriek en de pelmolen. Soerjan sprak de hoop uit dat hij in de toekomst meer oom Johns tegenkomt die ook bereid zijn te investeren in andere sectoren. Oom John, als u andere oom Johns kent, laat u me weten zodat ik contact met ze kan maken om die investeringen te plegen. Barco heeft hier aangegeven, Wageningen heeft 3 zaken vandaag gehad. In principe zou er een 4e erbij kunnen vandaag ook. Er is wat vertraging en daar heb ik het over het pomgemaal. U heeft waarschijnlijk al een hele poos hier wat materiaal zien staan. Ik hoop dat u geloof begint te krijgen. Er is vertraging opgetreden in de aanbesteding, de omvang. De zaak wordt heraanbesteed en als het goed is, moeten we vanaf eind november starten met aanpak van het pompgemaal hier, waarbij er 3 nieuwe pompen worden geplaatst. President Desiree Bouters haalde aan dat hij het gevoel kreeg dat er iets nieuws in Wageningen stond te gebeuren. Het lijkt erop dat Wageningen gaat schitteren, zei het staatshoofd. In een terugblik gaf hij aan dat Suriname op de wereldkaart stond met de SML. De afgelopen jaren is dit bedrijf echter in verval geraakt door onder andere sabotage van de eigen mensen. Wij hebben de startermotor verkocht voor andere mensen in andere districten. Wij hebben suiker en zand in die machines gezet. Wij hebben de beladingsinstallatie geblokkeerd. Want we hadden de brug daar geopend, dag onder leiding van Shenazen, waar het hele middenstuk omhoog ging en de boten hier konden komen laden. En u blokkeert de beladingsinstallatie. En terwijl hij 500 ton geeft hij aan, terwijl u Wageningen besteelt, want ondertussen belaat hij 1500 ton. Wij en Tegado Edu en Sani, de goede rieten nagesproken. Er zijn zoveel mooie dingen hier gezegd en alles is waar, maar deze boodschap ben ik gekomen brengen. Wageningers, wij Suriname. Alles president Desiree Boutersen. Volgens hem geldt deze boodschap niet alleen voor Wageningen, maar voor heel Suriname. Het staatshoofd haalde verder aan dat het de hoogste tijd wordt dat wij de mentaliteit van het kapotmaken van dingen veranderen. Doen we dat niet, dan zullen we steeds naar investeerders blijven zoeken. Aldus president Bouterse afgelopen woensdag te Wageningen, waar na 25 jaar een herstart van de Stichting Machinale Landbouw SML is geweest.